Hallo allemaal, welkom terug bij mijn kanaal. Een tijdje geleden heb ik jullie verteld over de twee nieuwe paletten van Viseart, de Bijouette en de Cashmere. Ik ga meteen al even aan de kant, dan kan ik ze gelijk even hier inzetten. En daar ben ik echt over na aan het denken, zal ik die nu kopen of niet? Met name die Cashmere vind ik heel erg mooi. De Bijouette ben ik nog even over aan het nadenken. Ik vind het voordeel bij Viseart altijd dat je de pannetjes eruit kan wippen. Dus ook als je bepaalde kleuren misschien niet zo mooi vindt bij elkaar. Dat heb ik een beetje bij die Bijouette. Van, is dat nou echt een boeiend kleurverhaal of niet? Maar ik kijk ook vooral naar, is het ook een mooi setje losse singles? Want je kan al die pannetjes dus eruit krijgen. Maar goed, over die Bijouette denk ik nog even na. Maar die Cashmere, daar had ik eigenlijk al van bedacht. Ik denk een week geleden of zo van, ik ga hem toch kopen. Ik vind hem mooi. En toen bleek die uitverkocht. Dus ik dacht, nou heb ik de winkel even aangeschreven en gevraagd of het nog weer terug op voorraad komt. En ze zeiden van wel, maar dan over een aantal weken. Dus dat geeft me eigenlijk tijd om in die tussentijd te bedenken of ik het dan echt ga doen. Hè? Dat is het voordeel. Dus wat ik wilde doen vandaag is eigenlijk die overwegingen met jullie doornemen. Van je kan namelijk misschien ook wel het geld gewoon besparen. Als je goed kijkt in je eigen collectie. Heb je het echt nodig? Vind je het echt mooi? Allemaal dat soort dingen. Heb je het misschien niet al stiekem? Dus ik begin even met een paar paletten uit mijn eigen collectie te laten zien. Die natuurlijk niet hetzelfde zijn, maar die misschien een beetje dezelfde sfeer oproepen. Hè? Zo kun je dus beginnen met in je eigen collectie ook te kijken. En dan begin ik even bij de MAC. Of niet de MAC, maar van MAC. En dit is hun Art Library serie. Dus ze hebben hier drie paletten ooit van uitgebracht in drie heel verschillende kleurverhalen. En dit is dan de variant Nude Model, dus naaktmodel. Allemaal een beetje naakte kleuren dus. Komt dus denk ik aardig in de buurt qua sfeer van de Cashmere. Ook een beetje dat, ja, dat huidkleurige zeg maar. Een beetje bruinig, crèmeig. Oudrozig, weet je, al die kleuren zitten hier wel in. Dus dat is die. Wat er ook een beetje in de buurt komt, in mijn optiek, is de Divine Rose 1 van Pat McGrath. Beetje hetzelfde kleurenthema, hè? Dan met multichromes en ook glitters en dat soort dingen. Hè? Die special shades van haar, dat zijn deze vier. Die vind je altijd aan het eind van zo'n lang Mothership palet. En ook deze kleuren vind ik wel echt in dat kleurenspectrum vallen. Dus is misschien nog een reden om niet per se achter de Cashmere aan te gaan. Zijn er verschillen? Ja, natuurlijk. Maar ook heel duidelijk overeenkomsten. Nog eentje in mijn optiek die ik toch even wil noemen is de Glam, het Glam palet van Natasha Denona. Natuurlijk is deze iets neutraliger. Die heeft wat minder van die oude roze tinten. Maar die heeft wel dat bruine, dat cremige, beigeige. En deze twee, dus deze en deze. Bij mij in het palet moet ik zeggen, maar daar kom ik zo op. Dat zijn ook een beetje van die rosé-gouden, oude roze-achtige glitters. Dus zelfs dat zit er toch wel een beetje in. En wat ik net zei van bij mij in het palet. Daar bedoel ik mee dat ik deze pannetjes allemaal heb gereshuffeld ten opzichte van het origineel. Kijk maar even, zo zitten ze origineel in het palet. Ik heb ze nu zo erin zitten omdat ik aan het spelen was met, ja, hoe vind ik het inspirerender om naar dit palet te pakken. Dus ik heb ze wat anders geordend, de kleurtjes. Maar goed, dus er zitten sowieso twee van die rozige tinten ook in. Naast al die neutrale. En dan bij mij uit de collectie Last But Not Least. Dit is het New Classics palet van Elf. Die vind ik ook een beetje op glam lijken, maar hè, dan moet je even dit groen. Dus dit is het enige wat echt afwijkt. Dan moet je even wegdenken. Misschien helpt dat. Want wat er dan overblijft zijn ook weer best wel hele neutrale. Bruin, grijs, zwart. Ook een beetje dat oude roze weer hier zo en hier. Nou, ook nog zelfs een beetje zalm. Dus dit heeft iets meer kleurtjes nog dan de Cashmere. Nou, ook zo'n warme bruine. Dus zelfs deze van Elf. En die is echt niet duur, want volgens mij is dit rond de 11, 12, 15 euro, zoiets dacht ik, zo'n palet. Dus dat is goedkoop. En mocht je zeggen, ik ken dat helemaal niet, dat 11. Dat is die Douglas, Parfumerie Douglas, daar kun je het kopen. In elk geval online. Ze hebben ook van die hele kleine mini paletjes. Maar goed, dat is een andere video. Maar dit is er dus ook eentje die er best wel een beetje in de buurt komt. Dus dat is één wat ik wilde doen. En twee, tip 1 is kijk even in je eigen collectie. Juist omdat de Cashmere zulke neutrale kleuren heeft, bestaat de kans dat je ze eigenlijk al een soort van hebt. En misschien zelfs al echt als compleet palet bijna. Hè?
Je kan natuurlijk ook dwars door paletten heen nog kijken van heb ik daar wat. En het tweede wat ik ga doen is in al mijn Viseart paletten kijken. Want Cashmere is van Viseart. En ik dacht, ja, ik heb best wel veel al van Viseart. En het zijn dus neutrale kleuren. Dus wat ik ga doen is zelf een Cashmere palet maken. Of eigenlijk een geïnspireerd door Cashmere palet maken. Met alleen maar Viseart oogschaduw. Dus ik laat even Natasha Denona voor wat het is. Ik laat al mijn single oogschaduwen voor wat ze zijn. Want ik laat mijn Colourpop laat ik ook voor wat het is. Dus alles wat ik ook nog zou kunnen gebruiken. Want dan kom ik er zeker. Laat ik allemaal even achterwege. En ik beperk mij tot het merk Viseart. En dan kijk ik even hoe ver ik kom. Want als ik het dan echt al heb. Ja, dat is misschien wel een hele goede reden om het dan tegen de tijd dat het weer op voorraad is. Toch maar niet te kopen. Dus dat gaan we doen zometeen. Ik spoel daarbij wel heel veel vooruit. Dus je hoeft niet een uur te gaan zitten kijken naar dat ik één voor één allerlei schaduwtjes uit ga zitten zoeken. Dat heb ik in andere nabouwvideo's wel gedaan, omdat het een andere stijl is. Maar nu dacht ik probeer het eens even weer anders. Dus ik spoel die uitzoekminuten, die spoel ik gewoon vooruit. Dus je kan rustig blijven zitten. En aan het eind leg ik dan wel uit waarom ik heb gekozen of wat ik heb gekozen en uit welk paletje. Dus laten we daar maar naar gaan kijken. Nou, ik wil eerst even de grote verzameldozen die ik heb compleet maken. Dus ik ga dit palet ga ik nu opbreken. En wat je hier ziet is trouwens een restant van mijn lila palet. Natasha Denona Lila, althans dat heb ik toen nagebouwd. En hier zie je mijn nagebouwde Huda Beauty Wild Obsessions Jaguar palet. Nou, daar heb ik aparte video's van gemaakt. Die van Natasha Denona heb ik net al gelinkt. En ik zal nu ook even die van Huda hier linken. En dan zie je hoe ik dat doe. Dus ik ga dit nu weer opbreken. Je ziet dus ook dat ik mijn, want dat lila palet was eigenlijk groter. Hè? Die vulde dit paletje. En daar heb ik eigenlijk na een paar keer gebruik, ik denk na een stuk of 4-5 keer looks maken, heb ik eigenlijk al gezien van, oh, eigenlijk gebruik ik steeds ongeveer dezelfde kleuren die me dus het allermeeste aanspreken. En dat bleken dus deze kleuren te zijn. Dus zo doe ik dat dan. Nou ja, dus dat ga ik nu even opbreken.
Oké, ik heb het even in een wat kleiner paletje gedaan. Ik zal even inzoomen. Zo. Dit is mijn benadering van Viseart's Cashmere Palet. Ik zal hem weer even hier rechts invoegen. Natuurlijk niet precies hetzelfde. Dat kan ook niet, want ik heb het palet niet. Dus dat is al één. En twee, ik doe altijd als ik zoiets probeer na te maken, of dan probeer ik me vooral te laten inspireren. Dus ik probeer wel een beetje in de buurt te blijven, maar ik probeer tegelijkertijd ook te kijken van als ik toch bezig ben, vind ik dan echt alle kleuren wel, als ik toch kan kiezen, zou ik ze dan zo kiezen? Vind ik ze allemaal wel echt leuk? Dus ik doe ook altijd wat aanpassingen, dus dat heb ik hier ook gedaan. Nou, begint hier wel ongeveer hetzelfde met zo'n beetje zo'n koele donker als bruine. Dus daar heb ik me al redelijk goed aan gehouden. Deze is in de originele cashmerie iets bruiner. Ik heb hier gekozen voor de Viseart Lilas. En Lilas is meer een beetje lavendelgrijsachtig palet. En ja, omdat die kleur bij cashmerie was in mijn beleving een soort van koel bruine shimmer met een soort van zilveren gloed. En dat heb ik niet in de andere Viseart kleuren. Zo'n bruine echt met een zilveren. Dus een van de redenen om het Cashmere palet dan wel te kopen zou bijvoorbeeld dan die kleur bruin kunnen zijn. Hè? Want die heb ik echt nog niet in mijn collectie. Maar goed, ik heb nu gekozen voor de nadruk op het zilver. Meer dan op het bruin, omdat het bruin ook later nog wel terugkomt. Deze in de Cashmere is een hele lichte metallic roze. Bijna wit. Dan deze, ja, dat moet eigenlijk een soort van donker wijnrood zijn. Nou ja, ik heb een beetje voor, ja, wat is dit? Een beetje pruimachtige metallic gekozen. En ik vond dit wel mooi. De volgende is een vrij warme bruine in het originele cashmerie. En nou, ik heb een aantal warme bruinen, dus ik heb voor deze gekozen. Ik weet niet eens meer uit mijn hoofd uit welk palet dat is. Sowieso is dat misschien wel leuk om er even bij te vertellen, want deze is, nou, ik moet even spieken, jongens, ik weet het niet meer. Oké, ik heb even gekeken. Deze twee hier aan de onderkant zijn uit de Paris Edit. Zo heet dat, de Paris Edit, het paletje. Dus dit is helemaal die donkerbruine hier. Dat is de Grande Pro 1X, de Lilas. Die twee dus uit het Paris palet. Deze warme bruine waar ik net gebleven was, die komt uit de Rosé Edit. Dan zijn we hier aangekomen. In de originele swatches is dat ook een hele warme, ja, beetje bijna chocoladeachtige bruin. En omdat ik hier die donkerbruine al had en ik wel een beetje warm wilde blijven, heb ik deze gekozen. Ook een beetje op het oog wel, omdat die op het plaatje van het palet wel ongeveer er zo uitziet. Maar op de swatches vond ik hem, ja, ook nog wel donkerder dan ik had gedacht. Maar goed, ik denk dat het verschil zo tussen die twee wel goed zal zijn. Goed genoeg. Dit is ook de Grande Pro 1X trouwens. Dan deze matte. Daar had ik gaandeweg, eerst had ik daar een kleintje liggen uit het Midsommar, Petit Pro Midsommar palet van Viseart. En die heb ik uiteindelijk op het laatste moment toch nog omgeruild voor een van de neutralere kleuren uit de Violet Étendue. Ik vond namelijk die andere, die eerste, vond ik toch bij nader inzien iets te roze. Hoewel die misschien iets beter in de buurt komt bij de Cashmerie. Maar ik vind deze zelf gewoon mooier in dit geheel. Dus ik heb gekozen voor de Violet Étendue. Dan hier weer een iets andere kleur bruin uit het Spritz palet. Nou, je zult het eigenlijk wel zien in de swatches. Het lijkt zo misschien een beetje op elkaar. Maar ja, ik vind eerlijk gezegd zelf de Cashmerie bij nader inzien ook best wel op zichzelf lijken in een aantal aspecten. Dus nou, in die zin klopt het wel aardig, denk ik. Nou, hier heb ik me ook wel aardig aan de kleurstelling in het palet gehouden, denk ik. Niet helemaal trouwens. Deze zijn in de Cashmerie een beetje cremig allemaal. Hè? Een beetje zo'n warmige gloed eroverheen. Daar vind ik zelf niet altijd even mooi. Ik heb het ook niet allemaal. En ik gebruik het ook niet allemaal. Dus ik ben hier wel begonnen met een hele lichte shimmer. Zoals ook in de Cashmerie. Ik denk iets koeler dat ik hem gedaan heb dan de echte zal zijn. Deze heb ik echt bewust vervangen, want dit is in het Cashmerie palet echt meer een soort van ijsschaal wit, zeg maar. Een beetje echt zo'n hele gebroken witte, ja, kleur. Ja, die kan ik echt bijna niet. Dat is echt voor mij een uitblend kleur. En denk ik, ja, dan gebruik ik als ik toch ga uitblenden liever een kleur die ik ook weer iets beter bij dit palet vind passen. En ook iets beter bij mijn eigen huidkleur.
Dus ik heb gekozen voor een matte uit het Lilas palet. Nou, de volgende in Cashmere is dan weer een beetje een beige-bruine shimmer of metallic-achtig. Maar weer een beetje dat cremige-achtige, beige-achtige. Ja, ik heb daar weer een iets koelere variant voor gekozen, want het werd me allemaal iets te warm eigenlijk bij nader inzien. Als ik dan kijk naar, ik vind het wel mooi, maar als ik dan kijk naar wat is reëel dat ik echt ga gebruiken, meer dan in mijn ooghoek, heb ik gekozen voor meer een zilverige, dus een koelere. Dus dit is ook lilas. Dus je ziet hier eigenlijk al drie lilas. Dus deze, deze en deze. En lilas is een petit four serie. En daar zitten er dus maar vier in. Dus ik mis eigenlijk nog alleen die vierde. En dan heb ik het hele lilas palet hierin gedaan. Terwijl dat best afwijkt, denk ik, van de cashmere. Deze is een stuk koeler. Maar goed, dat past ook wel bij mij. En tot slot dan de allerlaatste kleur. Die ziet er op de foto van het palet een beetje, ja, lila of lavendel zilverachtig uit. Ik denk nog iets lavendeliger dan de lilas. Dus ik heb gekozen voor een shimmer uit het Violet Etendue palet weer, maar dan niet super paars. Dus een van de neutralere shimmers uit het Violet palet. Omdat ik dacht, dan zit er wel die paarsige gloed op. Dus al met al, hij wijkt best nog wel af. Ik denk zeker in de helft van de kleuren dat ik echt iets anders heb gedaan dan het Cashmere palet laat zien. Zeker als je naar de swatches ook kijkt. Tegelijkertijd vind ik dit ook wel bij mij passen. Dus daar gaat het natuurlijk om. En wat ik nu zie is dat ik hier best nog wel ruimte over heb. Omdat deze, vooral die kleine pannetjes hier, ja, die laten dus ruimte. En ook die Etendue en Grande Pro pannetjes, die zijn kleiner dan gemiddeld. Dus je ziet dat ik in, dit is eigenlijk een soort van 9-pans palet, hè, van die grote, 9 van die grote cirkeltjes kunnen hierin. Maar je ziet dat ik wel 16 van die Visia kleuren kwijt zou kunnen. Dus wat ik nu heb gedaan is nog 4 kleuren erbij gezocht zelf. Dus nu ga ik echt afwijken van het Cashmere palet, want die heeft maar 12 kleuren. Dus ik heb er nog 4 bij gezocht waarvan ik dacht van nou 1, ze moeten ook passen. Dus hier kon ik nog zo'n wat groter pannetje kwijt. En hier dan nog 3 kleintjes. Dus ik heb nog 3 kleine en een grotere uitgezocht. En dat zijn dan deze. En dan begin ik even met de grote. Dat is de laatste van de Lilas Petit Four. Want ik dacht, ja, laat ik het dan maar alle 4 erin doen. Dan heb ik gewoon die hele Petit Four. Dat vind ik ook wel leuk, want ik merk zelf bij die Petit Four, dus dat zijn dan, dat is dus deze, deze, deze en deze. Dus deze 3 bovenste hier eigenlijk en deze. Dus dat is een vrij licht palet. En ik merk ook dat ik dat met z'n vieren zo niet altijd gebruik, omdat ik dan wat diepte mis. Dus ik denk dat het eigenlijk wel leuk is om dat nu in zijn geheel op te nemen in zo'n palet. Want hier zitten ook wat donkerdere kleuren bij. Hè? Dan kan ik het weer anders combineren. Dus dat is 1 die ik gekozen heb. 2 is over diepte gesproken, dan ook maar gelijk nog een hele diepe. Want er zit eigenlijk maar 1 echte hele diepe in. Dat is deze. En dit vind ik toch meer middenkleuren. Dus dit is echt diepe. Dus ja, nou, dan kan er wel een echte diepe bij. Dus die heb ik iets meer in dat wijnrode spectrum gekozen. En deze is dan uit ook weer de Paris Edit. Dus je ziet ook, blijkbaar komt de Paris Edit aardig in de buurt. Ik zal ook even plaats maken, dan kan ik hier nog even het Paris Edit even laten zien. Die heb ik dus wel, maar niet in zijn eigen doosje. Dus ik laat hem nu even zo zien als plaatje. Maar dan heb ik dus die, die en die, alle 3 uit het Paris Edit palet. En verder heb ik er nog 2 bij gezocht. Eentje, deze is een multichroom uit de Midsummer. Dus die is ook wel mooi in ditzelfde kleurenspectrum, maar heeft echt een duochrome glans. Ik weet niet of je dat een beetje ziet, maar een beetje blauwachtig zit erop. Leuk. Leuke afwisseling, denk ik, want dat zit hier nog niet in verder. En tot slot een beetje meer in het paarse spectrum. En deze is van de Petit Pro 3. Net als deze hele lichte hier. Die had ik nog niet genoemd, maar dat is ook de Petit Pro 3. Dus die kan dan mooi daar. Denk zo dan maar. Nou, ik denk zelf dat dit een heel erg leuk palet is geworden. Dus dit is mijn interpretatie van de Cashmere en dan met 16 kleuren. Hiernaast nog even de Cashmere zelf, de 12 kleuren in het palet. En dan ga ik het nu swatchen. En dan laat ik je daarna ook de swatches van Visia natuurlijk ernaast zien. Even voor het idee, hoewel dit natuurlijk 16 kleuren zijn. Dus afwijken zal het sowieso.
Ja, en dat zijn ze dan, jongens. Dit stuk, dat zijn de 12 echte kopietjes van Kashmiri, zeg maar. En deze 4, dat zijn dan die 4 laatste die ik nog heb toegevoegd. Ik vind het wel een mooi geheel zo, dus ik vind dit wel een goede keus. Ik twijfel nog wel een beetje over deze 2 kleuren, die 2 lichte roze hier, want die lijken toch wel heel erg op elkaar. Deze heeft iets meer glimmer erop, maar het scheelt niet veel. Dus misschien dat ik gaandeweg, maar dat zal ik dan aldoende het gebruik. Misschien ruil ik een van die 2 dan nog wel uit. Dat doe ik wel vaker met paletten. Dan werk ik er even mee en dan tweak ik het nog. Dan denk ik, nee, ik mis toch dit of dit gebruik ik niet. Dan wordt het uiteindelijk toch nog weer een iets van een ander palet. Ik heb dat met Beauty Base Wilderness, de kopie daarvan, dan ook gedaan. Dus daar heb ik ook, ik geloof, inmiddels wel 4 of 5 versies van gemaakt. Dus misschien is dat met deze, gaat dat misschien ook nog wel gebeuren. Maar zo op het eerste gezicht ben ik er eigenlijk wel blij mee. Ook wel met de keuzes die ik heb gemaakt voor die lilas, zilveren en deze ook die hele donkere. Vind ik er ook echt wel bij passen, ook bij dit koele donkerbruin wel. Ja, en verder is het dus even kijken hoe het me bevalt. En ik vind het ook wel weer een goede manier om uit te proberen of ik het Kashmiri palet ook echt nog wel ga kopen. Misschien doe ik dat uiteindelijk toch niet, ondanks dat ik er zo naar uit heb gezien en er zo naar heb verlangd als het ware. Maar ik heb er dus op misgegrepen, zoals ik al zei. En ja, ik weet dat het nog wel weer op voorraad komt, misschien over een paar weken of zo. Dus ik heb wel even de tijd om dit uit te proberen. Ik heb expres gekozen voor alleen maar Viseart, zodat ik ook echt een beetje de Viseart beleving had. Want ik heb natuurlijk wel meer singles, dat hebben jullie ook wel gezien aan het begin van de video. Dus als ik had gewild, had ik misschien nog wel dichter in de buurt kunnen komen van de echte Kashmiri kleuren, voor zover dat dan belangrijk is. Maar het ging mij nu echt even om het merk, dus de texturen ook van het merk, de kwaliteit van het merk, om die hele beleving te proberen te vangen. Want dat zou ook een van de redenen zijn dat ik Kashmiri überhaupt zou willen kopen. Want het is natuurlijk niet zo dat ik die kleuren überhaupt niet heb, want ze zijn allemaal heel neutraal. Dus ik wilde juist kijken, heb ik ze al in Viseart zelf en vind ik het dan ook leuk? Als je dan de echte swatches daarnaast ziet, dan zie je ook dat die toch wel over het algemeen genomen een stuk warmer zijn. Hè? Dus de toon van het palet is wel warmer dan wat ik nu heb gekozen. En dat doet me ook twijfelen van, zal ik het dan wel kopen? Want eigenlijk vind ik dit dus mooier. Bij mij, hè, bedoel ik dan. Gewoon omdat ik een koeler huidtype ben. Ik zou dit nog wat kunnen vergrijzen als het ware. Of verbruinen, hè, als ik dat zou willen. Als ik het neutraler zou willen maken. Maar dan zou ik ook wel weer koele bruine kiezen. En niet, of dus ook grijs tinten. En niet die warme karamelachtige tinten die je en koffiemelkachtige tinten die je in mijn beleving ook wel in het Kashmiri swatch palet, zeg maar, terugziet. Er zijn trouwens ook swatches op de donkere huid. Die laat ik nu even naast zien. Ik heb natuurlijk eerst die andere laten zien omdat die het meest op mijn arm lijken. Maar hier zie je dus ook de swatches op de donkere huid. Dus dan zie je ook hoe de kleuren daar pakken. De Kashmiri kleuren heb ik het dan over. Ik heb wel de indruk dat de Etendue paletten in het algemeen, dus dit is volgens mij nummer 4 en, nee, dit is nummer 5 en 6 al denk ik, die Kashmiri en die Bijouette, die ze nu hebben uitgebracht. En ik heb de indruk dat de kwaliteit daarvan wel heel erg goed is. Dus dat ze ook continu hun eigen formulering steeds verder verbeteren. Dus ik denk ook echt dat dit wel realistische swatches zijn en dat ze dus ook echt goed zichtbaar zullen zijn op de donkere huid. Ja, en tot slot, als ik nog even naar die 4 kijk die ik extra heb gekozen. Deze hier, die lilas matte, dus dat is deze hier. Die zie je nu even bijna helemaal niet, omdat ik toevallig hier op een wat witter stukje huid van mijn horlogebandje, zeg maar, zit. Dus die heb ik hier nog even gedaan. Dat zag je me ook even apart doen tijdens het swatchen. Dan zie je het nog niet super goed, maar je ziet hier wel in ieder geval meer dan wat je net zag. Dus je ziet ook echt een beetje dat, nou ja, wat je hier ook in het pannetje ziet, een beetje dat lavendelgrijze, zeg maar. Nou, als je dat nou gezien hebt, dan zie je hem hier misschien weer een beetje beter. Dus dat wou ik nog even van dichtbij laten zien. Ja, en verder ook die duochroom. Ik zal hem even onscherp doen, hè? Dan zie je het altijd wat beter. Kijk hoe mooi die sprankelt. En je ziet ook dat er een beetje een turquoise blauwe sprankel op zit, hè? Dus dat is dat duochrome ook. En dat zie je in het pannetje natuurlijk ook. Ook even onscherp. Dan word je wel afgeleid door de glitters hier van het doosje, denk ik. Maar kijk even naar deze schaduw hier.
Dus dan zie je ook echt, zeker als je het ook met de andere schaduwen vergelijkt, hier zie je echt een kleurenshift gebeuren. Hè? Bij de andere zie je alleen het licht een beetje veranderen. Dus daar zie je dat, ook dat blauwige, zie je? Dus ja, dit is mijn interpretatie van het Kashmiri palet. Ja, dat was het jongens. Dit is hem dus geworden, mijn 16-kleurige Kashmiri geïnspireerde palet. Met alleen maar Vizier schaduwen. Ik zal hem even zo doen. Dus dit is dichterbij dan dit kon ik echt niet komen. Dus dan heb ik echt en het merk. Dus de texturen zijn vergelijkbaar en de kleuren zijn redelijk vergelijkbaar. En ik heb ze natuurlijk, zoals jullie al hebben gezien, aangepast. Daar waar mij dat leuker of beter of ook soms de enige mogelijkheid leek. Ik heb de look van vandaag er ook alvast mee gemaakt. Nou, je krijgt natuurlijk met zo'n palet alleen neutrale looks. Dat kan niet anders. Er zitten niet echt super heftige kleuren in. Ik heb het vandaag ook extra kalm gehouden. Want ik dacht, dan kan ik lekker knallen met de lippen. En speaking of which, ik vergeet het heel vaak te zeggen. Maar nu denk ik er even aan om even te noemen wat ik dan op de lippen heb. Dit is van Anastasia Beverly Hills een lipsteen. En een lipsteen is een soort van vloeibare lipstick, maar dan dunner. Kijk, dit dingetje is ook een beetje doorzichtig. Ja. Het is dus heel erg dun en het heeft vaak ook een smaakje. Het doet mij een beetje denken aan waterijs, gek genoeg. Dus zo dunnig voelt hij ook, een beetje waterig. En een lipsteen, ja, letterlijk een lipvlek, een lipbevlekker zou je kunnen zeggen. Klinkt een beetje gek in het Nederlands altijd, dat soort dingen. Maar volgens mij is de bedoeling dat het, of de gedachte, dat het als je het de hele dag door steeds opnieuw ververst aanbrengt. Want het is niet... Het is niet als met andere liquid lipsticks die dan opdrogen en dat het er niet meer afgaat. Totdat je wat vet er tegenaan houdt. Maar met een lipsteen is dat niet zo. Dus die gaat dan net als lipstick gewoon op een gegeven moment af. Als je je neus snuit of zo. Of als je wat eet. Maar het laat wel een kleur achter. Dus in die zin, hè, het steent je lippen. Dat is een beetje de gedachte erachter. Dus aan het einde van de dag, ook al is de echte steen eraf, zijn je lippen toch rozer dan in mijn geval, dan ze in het begin waren. Dus dat is even over een lipsteen. En deze kleur heet, ik word kippig jongens, er staat of hot pink, dat betekent heel fel roze. Of er staat not pink, dat het een soort van woordspeling is met het is eigenlijk net geen roze. Maar ik denk dat het hot pink is, want ik denk dat Anastasia niet zo speels is dat ze dan not pink zeggen. Maar ik zet ze wel even onder, want ik kan het dus niet zien. En ik heb geen zin in een leesbril. En ik hoop dat jullie wat hadden aan de ideeën en de tips. Dus ofwel om in je eigen collectie te kijken naar paletten die je misschien al hebt die er in de buurt komen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Kashmiri, maar voor elk palet wat je overweegt te kopen. Zeker als het ietsjes duurder is. Of om in je eigen collectie te kijken naar eventuele single oogschaduwen. Of paletten waar je de pannetjes uit kan wippen en dan je eigen paletje eerst maar eens even samen te stellen en na te bouwen. Dan kan je kijken of je het kleurverhaal überhaupt leuk vindt. En voor hetzelfde geld vind ik dit al hartstikke leuk. En ja, dan hoef ik het natuurlijk niet te kopen. Dit is nota bene zelfs hetzelfde merk. Dus daar hoef ik het dan ook niet eens voor te doen. En als ik zeg van, na een paar looks ben ik er eigenlijk wel weer op uitgekeken. Dan hebben we onszelf ook weer een hoop geld bespaard. Mijn eigen ervaring met dit soort nagebaakte paletjes van mezelf is dat ik het na één of twee looks meestal begin te tweaken. Dus dan denk ik, eigenlijk vind ik dit kleurtje er toch niet zo goed in passen. Of andersom, ik mis eigenlijk een kleur. Hè? Dat zei ik daarnet ook al toen ik het aan het bouwen was. Dus de kans bestaat dat het niet zo eindigt. Maar goed, vooralsnog, hiermee beginnen we. Dus ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Laat me dat ook weten in de comments. Ook als je wil dat ik eens een ander palet, wat jij misschien op het oog hebt, na probeer te bouwen en jou daarmee misschien ook op weg help naar een afweging. Sowieso om dit te doen moet je natuurlijk heel goed kijken naar swatches en wat gebeurt er eigenlijk in het kleurverhaal en wat doen ze nou eigenlijk. Hè? Dus dat is ook altijd wel leuk. Dus laat maar weten als je wil dat ik dat ook een keer doe met een palet wat jij op het oog hebt. Want ik heb genoeg losse singles om dat in ieder geval aan te gaan, die uitdaging. En vergeet niet te liken en natuurlijk te abonneren. Gezellig, tot de volgende keer weer. Doei!